de auto opladen aan een lantaarnpaal. In de Castilielaan bij buurtschap De Veld in Eindhoven kan het sinds woensdag op het laadplein naast de wijk zijn zeven lantaarnpalen geplaatst met een nieuwe laadfunctie. Het is iets unieks in Eindhoven, zeker omdat steeds meer mensen in een elektrische auto rijden. En dat betekent dat er een ontzettende verrommeling ontstaat. Want dan hebben we laadpalen, we hebben fietsenrekken, we hebben lantaarnpalen. Ja, en dat willen we eigenlijk gaan combineren, zodat je dadelijk gewoon heel minder objecten hebt. Dat is goed ook voor de toegankelijkheid van onze, van onze stad en van onze trottoirs. Buurt Schapteveld is dé perfecte locatie voor de laadlantaarns. Innovatie en verduurzaming staan centraal in de wijk. Ik vind het heel erg bij de wijk passen. Vooral omdat het allemaal milieubewuste huizen zijn. En vooral omdat wij de eerste zijn, volgens mij in Eindhoven ook. Dus ja, ik ben er wel ik ben er heel blij mee. Het is al iets wat echt bij de wijk past, dus dat is wel heel mooi. Voor nu zijn de laadlantaarns nog een proef. Maar in de toekomst is het de bedoeling dat het ook op andere plekken in Eindhoven wordt uitgerold.